dan staat er 4-0 en dan ga ik toch zeggen dat jullie goed hebben gespeeld. Dat is eigenlijk heel gek, toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Als je de wedstrijd niet hebt gezien, denk je van ja, afstraffing, maar dat was het eigenlijk niet. Ja, die vrije trap van Messi natuurlijk, ja. Het is gewoon fantastisch binnengeschoten en ja, het is gewoon een paar kleine dingetjes waar we niet slimmer in zijn. En, ja, er had meer in gezeten, maar ja. Kun je er ook van genieten? Ik kan me niet voorstellen dat je ervan kan genieten, maar als neutrale toeschouwer, die geweldige vrije trap van Messi, die mooie actie van Dembélé. Of heb je zoiets van ja, leuk en aardig, we verliezen hier. Ja, voor jullie is het misschien mooi, maar voor ons is het gewoon kloten natuurlijk. Als je iets scherper bent in de eindfase, dan denk ik misschien dat je nog één of twee goals kan prikken. En, ja, dat niet, gehoeven. Nee, is het dan puur, wat is dan het verschil tussen Barcelona en PSV vanavond? Ja, ik denk gewoon de details. Ja, ik durf het niet te zeggen. We gaan het gewoon terugkijken. Maar ja, wat je al zei, we hebben niet echt slecht gespeeld. En ik denk dat we gewoon hier motivatie uit moeten halen en ja, gewoon verder moeten gaan. Was het voor jou een jongensdroom om te scoren in Camp Nou? Was je daar extra mee bezig? Nou, eigenlijk niet. Ik vind het al mooi om zulke wedstrijden te spelen. En, ik wilde gewoon winnen, maakt niet uit wie die goals zou maken. Maar ja, het is gewoon een leermoment voor ons allemaal. Kun je er nou van genieten, hè? Als die uitslag er dan zo staat? Nog een keer? Kun je er nou van genieten? Ja, het is 4-0, een grote uitslag, maar heb je toch van vanavond op een bepaalde manier van kunnen genieten? Of werkt dat niet zo? Ja, werkt niet zo. Het is gewoon kloten wat ik al zei. Het is natuurlijk mooi dat je hier hebt gespeeld, maar ja, als er zo'n uitslag op het bord staat, dan kan je niet genieten. Nee. Je hebt met de nederlaag in de Champions League misschien een beetje ingecalculeerd. Ja, wat wil het nu al zeggen? Niks, we hebben pas één wedstrijd gespeeld. Doelsaldo, is dat nog belangrijk? Ja, we gaan gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Dus, wat ik al zei, pas één wedstrijd gespeeld en gewoon nu verder.